Welkom bij de allerlaatste corona vandaag met Assis Brama, gelukkig GGD-arts Noord- en Oost-Gelderland en onze rots in de branding de afgelopen weken. Ja, dat klinkt bijna alsof het voorbij is. Deze uitzendingen zijn voorbij. Corona nog niet. Corona is hier te stay, ja. Maar hopelijk houden we het eronder. En hoe staat het er nu voor bij de GGD? En het aantal besmettingen is wel weliswaar wat afgenomen. Ja. IC-opnames lopen terug. Heel Nederland kijkt naar de IC- en de ziekenhuisopnames. Daarvan zie je een duidelijke teruggang. Hè. Honderden minder. Mm-hmm. Nog steeds boven de gewenste capaciteit. Het ziekenhuis ook nog steeds opnames, maar steeds minder. En wij hebben minder positieve meldingen. Maar we gaan straks weer meer testen. En dan komen er ook weer meer... Weer positieve testen. Ja, precies. We hebben veel vragen binnengekregen, weer van kijkers. Die gaan we uiteraard zo meteen beantwoorden. Maar want er is enorm ingezet op de ziekte. Ja, op het afvlakken van de curve, zorg niet overbelast raken. Zijn er ook zaken met de huidige kennis die we nu hebben... Die we wellicht anders hadden moeten doen? Bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes. Ja, dat is een hele moeilijke. Achteraf kun je in de koe in de kont kijken en zeggen dat het goed was. Wat wij hier in Noord- en Oost-Gelderland goed hebben gedaan, samen met Omgelderland, is heel veel verhalen vertellen. Mm-hmm. We hebben verhalen opgehaald, we hebben aangesloten bij mensen en we hebben de verhalen weer teruggespeeld. Dus het narratief, het verhalen vertellen helpt. Ja. Achteraf had je kunnen zeggen, hadden we nog meer moeten doen. Want alles valt en staat bij het gedrag van mensen. En is dat gedrag van die 1,5 meter dan voldoende? Nee, het is begrijpen waarom je 1,5 meter afstand moet houden. Ja. Ja. Vele malen belangrijker dan 1,5 meter afstand houden. Ja, en het feit dat er in andere landen zeg maar minder besmettingen zijn, omdat daar massaal mondkapjes, we hebben het er al vaak over gehad, de mondkapjes zijn ook weer vragen over binnengekomen. Daar zijn de besmettingen lager. Blijft het standpunt staan van mondkapjes niet doen? Alles is veranderlijk, maar het OMT heeft lang geleden gezegd dat mondkapjes een schijnzekerheid geven. Andere landen denken er anders over. Ik heb te dealen met het OMT en die volg ik gewoon op. Dat betekent dat we in Nederland niet aanraden om buiten het ziekenhuis een mondkapje te dragen. Nee. Goed, helder. Vragen van kijkers. We hebben ze ook binnengekregen middels filmpjes. Hartstikke leuk. Dus we gaan kijken naar het eerste filmpje. Mijn vrouw werkt in de zorg. En dan mag je al sowieso tijdens het werk geen ring dragen in verband met de geldende hygiënevoorschriften. Onder zo'n ring kan blijkbaar van alles gaan zitten wat er niet thuis hoort. Mijn vraag is dan ook, brengt het dragen van een ring in deze coronacrisis extra risico met zich mee om besmet te kunnen raken met het virus? Nee, ik denk dat als je een ring draagt, dat je het vooral moet hebben over risicovolle handelingen. Ik denk niet dat meneer patiënten verpleegt, tenzij die zelf in de zorg zit. Het is gewoon een feit dat als je een ring aan hebt, die ik niet aan heb, dat daar dingen onder kunnen zijn. In feite mag je als verpleegkundige en arts nooit een ring dragen in het ziekenhuis. Dat is niet gepast. Nee. Dat kun je niet aan hygiënische maatregelen houden. Voor de thuiszetting, ik zou zeggen, draag je ring. Mag je gewoon omhouden? Ja, voor mij wel. Maar goed, het gaat er vooral om wat voor risicovolle handelingen je doet. Mm-hmm. En dat is verzorgen van patiënten bijvoorbeeld. Ja. Nog een vraag, nog een filmpje. Oh, kijk eens aan. Een kennis van mij heeft waarschijnlijk het coronavirus. En nu heb ik afgelopen week even op haar zoontje gepast. Het zoontje kwam bij mij thuis en hij had geen klachten. Maar nu ben ik wel benieuwd of ik ook ergens rekening mee moet houden met de maatregelen. Of dat het eigenlijk niet hoeft. Daar ben ik benieuwd naar. Heel kort gezegd, het risico dat je krijgt om een kind te passen en een overdracht is heel erg klein. Is echt ontzettend klein. Ja. Veel belangrijker is dat Sylvia waarschijnlijk ook naar de supermarkt gaat. En dat ze ook onder de mensen komt. Minder, maar nog steeds onder de mensen komt. En dat is een groter risico dan het passen op een klein kind. Goed. En dan het laatste filmpje over een oogontsteking. Och. Ik heb een vraag ten aanzien van het coronavirus. Want ik hoorde namelijk dat elk een van de klachten oogontsteking zou kunnen zijn. Hoe uitzicht dat? Wat krijg je dan qua klachten, zeg maar? En het komt wellicht voort uit een uitzending die we vorige week maakten met de spoedeisende hulparts. Ja. Die zei van, hè, er valt geen pijl op te trekken wat de verschijnselen zijn. We hebben zelfs mensen met oogontstekingen die het kunnen hebben. Hey, dat is ook waar, maar je hebt een heel lijstje aan verschijnselen. En oogontsteking hoort daarbij, maar die staat niet helemaal in de top 5. Die staat ergens onderaan te bungelen. En wat mevrouw een conjunctivitis noemt, is dat rode oog wat je op het scherm ziet. Ik hoop dat de kijkers dat thuis goed kunnen zien. Dat is dat je ooglid en daar net boven op het oogwit, dat je allemaal vaatjes ziet en dat het rood is en soms plakkerig is. En bij een virusinfectie is dat meestal niet super plakkerig. Is het meer, geen afscheiding zoals bij een bacterie. Maar na een virale infectie komt vaak een bacteriële infectie.
Dus ik zou niet zeggen dat elke ooginfectie leidt tot corona. Of dat corona altijd met een ooginfectie, maar het kan wel. Ja, ja. En maar op het moment dat je een ooginfectie krijgt en je merkt dat bij jezelf, moet je dan naar de arts? Nee, dan moet je naar de arts als je er last van hebt. Dan moet je naar de huisarts toe en dan moet je gaan kijken. En er zijn wel 50 redenen om een oogontsteking te hebben die niet gerelateerd zijn aan corona. Nee, precies. Dus nou niet allemaal denken, ik heb last van mijn oog, ik heb corona. Nee, helder. Hebben we goede huisartsen voor? Een vraag van de kijker. Ik ken iemand die 4 maart ziek werd. Dat is al bijna 2 maanden geleden. Hij is niet getest, maar door hoge koorts en longontsteking zegt de huisarts 99% met zekerheid corona. Nu hoest hij, bijna 2 maanden later dus, nog steeds. Is hij nu nog besmettelijk? Tja, dat is een hele goede vraag. Als je niet weet wat het is, dan weet je niet wat het is. 2 maanden denk ik vanuit mijn Afrikaanse perspectief aan tuberculose. Maar goed, in Nederland hebben we maar 1000 gevallen van tuberculose of 800 per jaar. Dus die kans is niet zo groot. We hebben namelijk 10.000 gevallen van corona. Mm-hmm. Corona, langdurig, longklachten, het zou kunnen. Maar ik kan niet van de buitenkant kijken of het corona is. Nee. Of meneer besmettelijk is, daar is ook nog het laatste niet over gezegd. Het is zeker zo dat je in het begin van de infectie veel meer besmettelijk bent. Maar waarschijnlijk ben je ook een aantal weken en misschien wel 2 maanden besmettelijk. Maar niet als je geen klachten hebt. Of veel minder als je geen klachten hebt. Maar deze klachten zijn dusdanig ernstig. Eigenlijk zou die getest moeten worden om te weten of het corona is en in hoeverre hij besmettelijk is nog. Ja, als je ervoor gekozen hebt om niet te testen, na 2 maanden testen lijkt me ook wat laat. Maar ik sta niet in de schoenen van de huisarts. Er zullen goede redenen voor zijn geweest om meneer niet of wel te testen. Ja, ja. Maar zeg je, kan iemand risico nemen en daar naartoe gaan? Of zeg je van nou? Ja, ik zeg, wees wijs, blijf op afstand. Het is leuk dat je kennis of je vriend of familielid ziek is, dat je die op gaat zoeken. Maar in de ziekenhuizen mag het niet. En als iemand echt veel klachten heeft, moet je daar goed 2 keer over nadenken. Maar wel triest, hè? Al 2 zeker maanden ziek. Ja, niet leuk. Nee hoor. Ja. Nou, bijna dagelijks vraag van kijkers. Ik zei het al, over de mondkapjes. Genie die wil weten of ze een katoenen mondkapje in de magnetron steriel schoon virusvrij kan maken. Ik wou dat ik een kookexpert was op het gebied van katoenen zakdoekjes. Nee, maar het eerlijke antwoord is dat ik het gewoon niet weet. Ik weet wel dat er in België en Duitsland andere richtlijnen gelden. En in Spanje en Italië ook. Mm-hmm. Daar verstrekt de overheid bepaalde spullen, zodat je beschermd bent. In België mag je een zakdoek of een bandana dragen. In de magnetron koken. Ja, volgens mij is dat niet het punt om dingen te ontsmetten. Maar de vraag over de mondneuskapjes zal echt door het OMT beslist en over besloten moeten worden. Ja. Nou, wat ik advies erover geef is volg het OMT. Op dit moment betekent dat nee, behalve als je in de zorg werkt. Toch even met jou ook vooruitkijken. Je zit niet in het OMT, maar wat verwacht jij? Hoe gaat de komende tijd eruit zien? Qua corona? Nou, ik denk dat het verder gaat afnemen. Ik denk dat we op een gegeven moment weer terugkomen in wat we noemen de containmentfase. Dat we het proberen te onderdrukken. Dat we heel fanatiek bron- en contactonderzoek gaan doen. Misschien met een app. Misschien met een grote callcenter. We zullen het zien. Maar we gaan er weer meer bovenop zitten. Om te voorkomen dat er allemaal mini- en maximale uitbraken zijn in wijken en gemeentes op scholen. Noem het maar op. We zitten nog steeds in de fase dat het zoveel voorkomt dat het niet te doen is om iedereen en zijn moeder en alle contacten en hun moeder te gaan bekijken. Maar straks is het ietsje rustiger en dan wordt het weer herfst. En dan vermoed ik dat er door de samenspel met griep, het samenspel met koud weer, dat we weer meer corona gaan krijgen. Ja, dus dat is voor corona. Ja. Weliswaar geen corona vandaag meer op tv, maar jij bent de komende weken nog wel te horen op radio. 1 keer in de 2 weken op woensdag rond de klok van 1. En op onze Facebookpagina. En alle vragen kunnen nog gewoon gesteld worden via onze gemeenschappelijke site corona.gld.nl. Maar voor die enorme lading vragen die je al hebt beantwoord, willen we je natuurlijk even heel erg hartelijk bedanken. Meneer Aziz. Ik hoop dat ik jij mag zeggen en zo niet, dan doe ik het toch maar. Ik wil u hartelijk danken voor het beantwoorden van mijn vraag. U heeft heel wat vragen die bij de kijkers en luisteraars leefden op een goede en begrijpelijke manier uitgelegd. Ik vind je uitleg ongelooflijk duidelijk, positief en ik ben gek van je lijfspreuk. Gebruik je gezonde verstand. En hopelijk, als deze periode voorbij is, een hele rustige, goede tijd om bij te denken. Bedankt daarvoor. Bedankt. Ik dank u hartelijk. Hartelijke groeten. Bedankt en ik hoop tot snel. Bedankt, Aziz.
Bedankt, Assis. Oh, namens mij. Nou, die dikke knuffel hou je te goed. Dankjewel dat je ons op de hoogte hebt gehouden tijdens deze pittige periode. Pas goed op jezelf. Blijf gezond en ik hoop je toch weer te zien. Ik dank u voor het kijken en heb een fijne avond. Dag. Dankjewel.